film is uit Frans Verstappen. Ruim 40 jaar geleden begon met het kind in St. Joas. Kunt je er eens even vertellen wie dat zo ontstangen is? Ja, ik voetbalde op St. Joas, in VVS. En er moest de winst, moest geld gebeurd worden. En doordat mijn moeder een echte kindfreak was, zei hij tegen mij, je moest kind haaien. Dan verdienen ze geld, weer verdienen een beetje geld. En dan hebben we allemaal gehad. En zo is het eigenlijk ontstaan. En hoeveel man komen er destijds naar het kine? Ja, 100 man. En dan zo'n 120 man. Dat loopt eraan. En we hebben begrepen dat die prijzen van destijds, dat heel anders worden tegenwoordig. Ja, toen moesten we van de gemeente, dat is een vergunningswet, moesten we 500 gulden kosten voor spenderen. En, maar die moesten wel op de buurt staan. Dus ik moest de prijzen daar neerzetten en anders geluiden ze mij niet. En wat kocht er dan zoal voor? Waspoeier, koffie, een minifietsje hadden voor de bier, let's. En zo'n kleinigheidje, keukenmateriaal allemaal. En vandaag is de 2000ste kindavondje op St. Joas. Heb ik gehoord, ongelooflijk. Ongelooflijk. Ja. En wat is uw rol? Hoe zijn we ook vanavond? Nou, ik kom gewoon even nostalgisch de eindnummer trekken. Voordat het nu de 2000ste keer is. En dat vind ik best wel leuk om nog. Ik heb maar genoeg. Mensen en vrouwtjes gezien die mij kennen. Hartstikke leuk, bedankt. Okay. Ja, dank u wel.